Kijk in je achteruitspiegel en dan zie je die kop en dan weet je gewoon al, deze gaat stoer doen. En dan ben ik me eigenlijk al een beetje aan het voorbereiden op een soort van machtsdynamiek, wat gaat plaatsvinden. Dat veel geuniformeerden als ze het uniform aantrekken, een deel van zichzelf op de achtergrond zetten en een bepaalde manier van doen hebben waarvan ze denken, dit heb ik te laten zien in dat uniform. De gemis aan erkenning, of je eenzaam voelen, of geen waardering krijgen. Uh, dat dat uh, pijnen zijn uit de jeugd, waardoor er behoefte staat van ik wil het wel hebben. En dat het, die behoefte gevonden wordt in het hmm. dragen van het uniform. Hmm. Dus het het dat je dat vroeger nooit hebt gekregen? En dan kies je later als beroep iets met een uniform of in elk geval iets anders. Nou, ik zal ze even, even laten zien wie ik ben. Dat herken ik ook heel, heel erg uit mijn eigen patronen. De drijfveren die kunnen we wel veranderen. Maar initieel om te kiezen voor het uniform is gebaseerd.